voor Luxury TV ga ik elke week op bezoek bij een Nederlandse chef. En deze keer ben ik in Scheveningen aan de haven. Hier zit een van de betere restaurants, Waterproof, bekend onder zijn wijnkaart. En ze hebben een nieuwe chef-kok. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat hij gaat koken en wat we erbij gaan drinken. Hey Yves. Hi, goedemiddag Karsten. Dank je dat ik er mag zijn. Dit is het heilige der heilige zo'n beetje. Ja, dit is onze vinotheek. Hebben we nu ondertussen 2 jaar. Wat heb je allemaal liggen hier, man? Verschrikkelijk. Eigenlijk, alles wat een echte wijnkaart moet hebben. Ik zie het allemaal liggen. Sassicaia, Duquem, Petrus, ja. Mouton. En niet 1 jaargang. Ik denk dat we qua Mouton de grootste collectie hebben van heel Nederland. Wat ga je schenken? Ik ga nu... De druif heet Falanghina. Hij heet Frattasi. Het heeft een beetje overeenkomst met Viognier. Heel zacht, rond gevoel. Florale tonen. Maar het verschil is eigenlijk dat deze heeft veel meer bittere tonen. Wat gaan we hierbij eten? Iberisch buikspek, krokant gebakken, klein beetje tonijn, eendenlever en hoisin. Hey, Bob. Goedemiddag, hartstikke. Goed. Hey, buikspek, tonijn. Ja, hoisin. Hoisin, ik heb er trek in. Buikspek, zacht gegaard, de hele nacht lang. Die gaan we eerst in plakken snijden. Dat zijn best wel grote stukken. Want dan als je hem uitbakt, verdwijnt een hoop van het vet. Want je doet er geen vet bij, hè? Want geen vet bij, er zit wel heel veel vet in, van zichzelf. Wat voor tonijn... gebruik je? Jellevin tonijn, vers ingevlogen. Ik leg nu alvast de tonijn op de ijsberg slaan. Hier hou je zin op het bord. Altijd leuk. Gans leven krullen. En maar siroop en een beetje Maldon zeezout. Eet smakelijk. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dit is een van de hardlopers ook. Ja, dit is een gerecht wat eigenlijk al een aantal keren eraf is gegaan en steeds weer op verzoek van gasten gewoon terug moet eigenlijk. Dat snap ik wel, ja. Wat kenmerkt nou echt de menukaart van Waterproof? Ik denk dat het een mooie verdeling is tussen vis en vlees. Ja. Ja, tegenwoordig wat steeds belangrijker wordt vegetarisch koken. Het is een klassieke Franse basis, maar daar wordt ook gekeken naar een beetje de mediterrane keuken en zoals dit Aziatische invloed. Ja, ik zou heel graag recepten willen hebben, zodat we het op de website kunnen zetten en dat we met die mooie Bocciniplaat mooi met dat buikspek thuis ook kunnen maken. Ik zorg dat je het recept krijgt, geen probleem. Dankjewel. Alsjeblieft.